En dan de start voor 40 minuten mars plus 2 ronden en andere. Will Smith zal in het nu volgende interview een ooggetuigenverslag geven van het noodlottig ongeval van Theo Abe. Voor het Nederlands kampioenschap en dan met name tussen Theo Abe en Jan Klink. Ah, Jan Klink, hè? Ja. En dat ging erom wie kampioen zou worden. En ik heb begrepen dat in Oosterwijk, als het goed is, ja, dat daar eigenlijk het gevecht goed ja, op gang kwam. Ja, dat was, ja, of het toen dus ja of nee was, dat weet ik niet. Maar het ging wel voor die laatste punten die ja, dus een van die twee nog moesten halen ja, om dus voorop te staan. Wat is er toen in die wedstrijd gebeurd? Kunt u daar wat van vertellen? Ja, dat ik vertel het eerlijk, zo ik dus meen en zo ik het dus gezien heb. Mm-hmm. We gaan dus van start af. Ik zeg al, ik geloof wel dat ik toen al direct voorop zat, maar dat ik toch voelde dat ik het op moest geven, want ja, ik trouwde anders met de motor kapot. Mm-hmm. Er zat maar één rechtstuk in. Uh-huh. En de rest, dat was allemaal slingerig. Daar kon ik het dus met die 3,5 handig halen. Nou, maar op dat rechte stuk, Theo zat voorop, Jan als tweede. En op een gegeven moment zaten ze naast elkaar. Uh-huh. Halverwege dat rechte stuk, er was een duiker. En er was een weerskant, er was die afgezet met stroopakken. Ja. Kijk, dat ze niet door in konden rijden. Ja. Ja, het ging net of het ging niet. Naast mekaar. Die twee, die hadden de volle snelheid op dat stuk. Want dat weet ik, omdat ik dat dus nagenoeg ook had. Mm-mm. En die zijn met de sturen in mekaar gekomen. Zijn ze aan het slingeren gegaan en Jan die schiet naar rechts tussen een paar bomen door, ja, half op de motor, half van de motor, en Theo, die motor die slingerde zo dat hij van de motor afgecapituleerd werd en die ging over zijn hele lengte tegen een boom aan. Tegen een dennenboom. Uh-huh. Dus gewoon, dat zie ik nog voor me. Laat het zo zijn dat dus die vriendin van Theo's ook nog bij die boom stond. Zo. Zo is dat gebeurd. Mm-hmm. Maar ja, hij was op slag dood. Het is gewoon, er is geen twijfel aan. Alles had hij ook gebroken, want ja, om te zeggen dat ik beenderen gezien heb die uit ze, want die had een leren vestje aan. Hè. Mm-hmm. Naar de rand hebben ze dat dus wel gezet, maar ik heb dat niet gezien. Aha. Maar wel dus datgene wat ik nou verteld heb. Toen ben ik doorgereden en ja, gemeld dat dus. Ja, ze begrepen er allemaal wel niet zoveel af, maar mijn broer, want die kwam na mij. Mm-hmm. En die is afgestapt en vertelt wat er gaande is. Zo. Ik ben er doorgereden, ja, daar naar die dingen toe, maar alles lag stil. Ja. Maar Jan kon daar niks aan doen. Hmm. Het is gewoon in de strijd is het eigenlijk gebeurd. Het is gewoon in de strijd gebeurd. Dat is geen opzet. Nee, het is geen opzet. Hmm. Kijk. Ik zou ook niet teruggegaan zijn. Nee. Maar ja, toen raken ze elkaar met de stuur. Ja. Ja, toen kregen ze dit. En ja, dan is het. Dan gaat het fout, hè? Ja. Ja, dan is het fout te boel. Dan kunnen we zeggen, ja, dat hadden we niet moeten doen. Want ja, god, dan kunnen we veel beter thuis blijven. Je moet af en toe wel wagen. Ja. Het was nog wel een discussie of het opzet was ja of nee, hè? Maar ja, dat was wel een discussie, hoor. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, maar we zijn dus toch allemaal naar het clubhuis toegegaan. En toen hebben ze mij dus daar ook persoonlijk nog gevraagd. Mm-hmm. Ik zeg, wat ik nou verteld heb, dat is de waarheid. Ik zeg, niemand was hier schuldig. Ja.
Het is goed dat u dat zo hebt kunnen zien eigenlijk en ook hebt ja, kunnen bevestigen. Er is naderhand ook geen discussie en geen twijfel geweest, want het zal dan ook mensen geweest zijn die langs de kant stonden en ook gevraagd hebben, ja, wat heb jij gezien en wat heb jij gezien? Ja. En ja, dat zal toch wel met mijn verhaal geklopt hebben. Ja, ja, ja. Het ja. is... Ja. Maar... Nee, dat is niet Jan's schuld geweest. Ja. Nee. Okay. Nee. Ik heb ook langs Theo's gezeten. En ja, zo kort dat ik mijn been verbrandde, hè, want hij ging niet aan de kant en ik ging niet aan de kant. Ja, zo en dan kan de slaag zeggen, ja, maar dat heb jij gedaan. Ja, joh, zo moet je dat in de sport niet doen. Nee, zo is dat. Nee, dat is in de strijd. Ja. Dan moet je thuis blijven. Ja. Dit was de laatste video uit een serie van 7. We heten u graag van harte welkom in Sint Antonis op zaterdag en zondag 20 en 21 september. Tot ziens! Nederland vindt Sint Antonis nog van de mooie.